Voorzitter, altijd als er verkiezingen aankomen, toont NPO 66 zijn ware gezicht. Dan laat het zien dat het ook echt de staatsomroep is, dus de dienaar van de macht. En dan komen de programma's die de PVV in een negatief daglicht moeten stellen. Dan komen de reclamefilms ten faveur van de linksliberale machthebbers. Dan krijgen we Jesse the Movie, want die is op dat moment de held van de linkse kerk. Bij de laatste Kamerverkiezingen is dat mevrouw Kaag. En daarom zien we dan mevrouw Kaag elke dag in de kwebbelprogramma's van NPO 66. En dan krijgen we ook de Kaag-show, een heuse documentaire. Sigrid Kaag Superstar. Die Kaag-docu wordt uitgezonden door de NPO. De voorzitter daarvan is D66'er Sjoela Rijksman. Via de omroep VPRO. De directeur daarvan is Lennart van der Meulen, voormalig campagneleider van D66... Het wordt betaald door het Kobo-fonds met in het bestuur Rijksman en Van der Meulen van D66. Er is ook geld van het filmfonds met in het bestuur Tom de Graaf van D66. Dat fonds valt weer onder minister Van Engelshoven. Zij is van D66. Die film is dus gewoon een campagnefilm. Betaling in natura aan een politieke partij. Het valt dus eigenlijk onder de wet financiering politieke partijen. Wie ziet er toe op die wet? Nou, minister Ollongren. Zij is van D66. Mevrouw Kaag had inspraak wanneer de ophemeldocu op de buis kwam. Nou, zei ze, doe maar lekker vlak voor de verkiezingen. Kaag mocht zelfs het thema kiezen waarmee ze in beeld wilde komen. Nou, ze wilde graag poseren als een echte idealist. Uitgangspunt moest zijn, ik citeer letterlijk, door haar stijl van leiding geven inspireert zij een nieuwe generatie. Kots, kots. Op geen stijl lezen we de mailtjes van D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma. Beelden dat Kaag in Niger wordt ontvangen met volle champagneglazen, die moeten eruit. Ook een scène waarin de minister moties afzeikt, ik citeer letterlijk, en commentaar levert op Kamerleden, worden vervangen, dat mogen we niet zien. De kontkussende pseudo-journalisten gaan natuurlijk akkoord. Ook de beelden graag eruit dat Kaag zit te appen bij de kapper. De staats-TV van Noord-Korea is kritischer. Beelden van Kaag in de dienstauto, waarop ze geen gordel draagt, moeten eruit. Ik citeer, het zal anders leiden tot publicitair gedoe, mailt een ambtenaar van Buitenlandse Zaken, naar de omroep. Het is blijkbaar een taak van een ambtenaar om Kaag goed op de televisie te krijgen. Kaag gebruikt de documentaire vervolgens in haar verkiezingscampagne, waarvan de leider is dezelfde Sjoerd Sjoerdsma. Tienduizenden Nederlanders krijgen deze folder in de bus. Ongevraagd, leuk voor de kattenbak, slecht voor de democratie. We zien hier Kaag beter leren kennen. Kijk naar de docu op 2doc.nl. En de documentaire is nog steeds te zien. Waar? Nou, op de website van D66. Voorzitter, als deze beerput openbarst, probeert de fractie van D66 uit alle macht te voorkomen dat deze informatie naar buiten komt. Er is zelfs het voorstel van deze fractie om grote stukken weg te lakken. Het moet allemaal onder de pet blijven. De D66-fractie oefent druk uit op het ministerie van Buitenlandse Zaken om de WOP-procedure te frustreren. Blijkbaar zijn de banden tussen D66 en het ministerie nogal intiem. Wie is er op dat moment fractieleider van D66? Nou, mevrouw Kaag. Haar fractie oefent druk uit op het ministerie waar ze vervolgens zelf minister van wordt. Buitenlandse Zaken, dit is nou wat men noemt het nieuwe leiderschap. Dit is waarom Hans van Mierlo zijn partij heeft opgericht. Ik stel de Kamer vragen over deze onwelriekende stinkbende. Of er invloed was geweest van D66 op deze pseudo-documentaire. Nee, beantwoordde minister Slob gedecideerd, maar dat klopte niet. De minister heeft daar zeer terecht sorry over gezegd en dat siert hem. Maar wat wel blijft staan, is dat Kaag hem blijkbaar op het verkeerde been heeft gezet. Heeft voorgelogen. Ja, mevrouw Kaag beschouwt de partij van de heer Slob als een roestige oude auto. Ja, dan snap ik het allemaal wel. Minister Slob is misbruikt als de eerste de beste loopjongen. Lekkere sfeer in het kabinet, hè, Arie? Het commissariaat voor de media besluit geen onderzoek te doen naar deze zaak. De beerput moet weer snel dicht. Het commissariaat stond voor kort onder leiding van een mevrouw die zich erop liet voorstaan biertjes te drinken met D66-minister Ollongren te Londen. NPO-opperhoofd en tevens D66-activist Sjoela Rijksman zegt, ik citeer letterlijk,
Mij is verzekerd dat het een zuiver journalistiek product is. Nou, voorzitter, de rillingen lopen je over de rug. Mevrouw Schulman, mevrouw Rijksman, kan deze verkrachting van de journalistieke waardigheid van de NPO blijkbaar dus helemaal niets schelen. Partijbelang boven landsbelang. De VPRO, nogmaals geleid door oud-D66-campagneleider Van der Meulen, doet wel onderzoek. De uitkomst daarvan is echter geheim. Wel komt naar buiten dat de VPRO ontevreden is over het tijdstip van uitzenden. Dus niet over de inhoud. En maar klagen over Hongarije, en maar klagen over Polen. Vraag aan de minister, hoe verhoudt zich dit hele feest tot de mediawet, in het bijzonder artikel 2.1.2. De publieke omroep dient een journalistiek product te leveren, vrij van beïnvloeding door politiek en overheid. Maar de kontkussende, machtsdienende pseudo-journalisten, deze linksliberale knipmessen, deze gesubsidieerde D66-ambtenaren met een perskaart, wie is daarmee nou eigenlijk gediend? Deze vraag is belangrijk, want de mediawet vormt simpelweg de subsidievoorwaarden. Als daar de hand mee wordt gelicht, dan moet minister Slob stoppen met gireren. Is hij dat van plan? U hoort het na de reclame. Ja, ik schors tot 7:15. We gaan eerst eten, dan gaan we luisteren. Herstel. Maar niet, u heeft het voorzitterschap nog niet teruggekregen. En dat komt maar goed uit, want er zijn nog enkele vragen aan u, als ik het goed begrijp. Ja, ik kan toch niet laten. Dank voor het. Mevrouw Wouterland, dan komt de heer Verstrien daarna. Nee, gaat u gewoon. Ja? Oké, sorry. Dank voorzitter. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ik het beeld heb dat net zoals eerder door mijn collega Jette is aangegeven, dat er een soort obsessie is naar Sigrid Kaag. En ik weet niet of collega Bosma maar daar iets over kan uitleggen of dat zo is. Bent u geobsedeerd door Kaag? Nou, ik ben zeker geobsedeerd, maar ik ben vooral geobsedeerd door de plaats die wij als Kamerleden hebben in onze grondwet. En een van onze kerntaken voor ons is dat wij kijken of wetten worden uitgevoerd. Dat is wat we onder andere hier doen. We doen ook andere dingen, we willen dingen veranderen, komen met voorstellen, whatever. Maar we kijken ook of wetten worden uitgevoerd, want anders kunnen we dit gebouw net zo goed ombouwen tot een caravanstalling. En ik heb altijd bij mij artikel 2.1.2 van de mediawet. Dat is het hart van de mediawet. En daarin staat heel veel dingen die de staatsomroep moet doen. Gewoon een journalistiek product leveren van hoge kwaliteit. En dat doet de staatsomroep niet. En dus houdt de staatsomroep zich niet aan de subsidievoorwaarden. En dus moeten we gewoon stoppen met zijn geld geven. Mevrouw Wijten. Voorzitter, ik ben met name ook een beetje aangeslagen op de communicatie en het taalgebruik. Het gaat natuurlijk in eerste instantie echt om een inhoudelijk mediadebat. Deel van de vragen die de collega aangeeft zijn juist. En zijn wij ook wat dat betreft nieuwsgierig hoe dat verder besproken wordt door de minister zometeen in de tweede termijn of in zijn reactie. Maar daarnaast vind ik wel dat ik afstand mag nemen van de wijze waarop en de indruk die de heer Bosma geeft. Alsof het een soort politieke statement is. En daar dat vind ik niet juist, voorzitter. Nee, het wordt natuurlijk te gek voor woorden als Kamerleden zomaar politieke statements gaan geven. Dat ben ik met u eens. We moeten de politiek buiten de politiek houden. Ja, het is toch te gek voor woorden dat een partij als D66, die is opgericht voor transparantie, die is opgericht voor een helder openbaar bestuur, dat die zo de staatsomroep misbruikt en voor het karretje spant van haar eigen naargeestige verkiezingscampagne. Die dus gewoon van deur tot deur gaat met folders waarin staat, kijk naar die documentaire. Waarom? Omdat die documentaire van mevrouw Kaag dus gewoon onderdeel uitmaakt van de verkiezingscampagne van D66. En ik vind het best dat D66 veel filmpjes maakt, maar waarom moeten belastingbetalers daar in hemelsnaam aan meebetalen? Ik voel me vies, ik voel me gewoon smerig dat ik belasting moet betalen voor die rare staatsomroep, voor die rare NPO, die dus campagnefilms uitzendt van 1,5 uur ter meerdere eer en glorie van de minister van Hoop, mevrouw Kaag, waar niet één kritische vraag in zit, waar niet wordt gesproken over haar ontslag bij de Verenigde Naties, waar niet wordt gesproken over haar banden met de PLO, waar niet wordt gesproken over het geld dat zij heeft gegeven aan de PFLP, een Palestijnse terreurorganisatie. Niet over de moord op een 17-jarig meisje, Rina Schnerp, vermoord met geld van mevrouw Kaag. Allemaal prachtige vragen die je zou kunnen stellen in een journalistiek product, maar dat gebeurt niet. En dus wordt artikel 2.1.2 van de mediawet niet nagekomen. En dat zou u aan het hart moeten gaan. Dat zei u al. Dan is er nog een vraag van de heer Van Steen.
Ja, dank voorzitter. De heer Bosma, ik help hem graag, want hij heeft al zijn tijd verbruikt aan D66. Maar ik zou hem graag ook de kans om even te reflecteren op de media en het medialandschap. Want hij is natuurlijk werkzaam geweest ook bij die staatsomroep. Hij is ook afgelopen week meegeweest na Hilversum op het Mediapark. Heeft daar ook geluncht met iedereen. Dus ik vroeg me gewoon af, zijn er onderwerpen waar hij nog wat over wil zeggen? Als bijvoorbeeld de rol van NLZiet, de samenwerking tussen landelijk, regionaal en lokaal. Andere zaken in het medialandschap. Ik geef hem graag nog de kans om wat reflecties met ons te delen over het onderwerp van het debat. Namelijk de toekomst van het medialandschap, de concessiebeleid, et cetera. Ja. Op zich bent u niet direct in de positie om de heer Bosma kansen te geven. Hoezeer ik u in ondersteunende functie dat ook waardeer. Het is niet de bedoeling dat hij nog 3 minuten aan zijn termijn gaat toevoegen. Maar als hij enkele losse opmerkingen wil maken op basis van het werkbezoek, dat inderdaad op basis van het fotomateriaal er heel gezellig uitzag, dan ben ik daartoe bereid. En zijn beide staatsomroepen als... Wat was uw laatste opmerking, sorry? Ervaring natuurlijk bij de staatsomroep. Je hebt ook gewerkt. Ja, dat u zegt het nu op een toon alsof u iets onthult of zo. Maar ik heb daar ook afgelopen vrijdag met heel veel plezier rondgelopen en daar aan mogen refereren. Ja, ik maak me grote zorgen om de dominantie van de staatsomroep en het feit, want dat is eigenlijk de kern van wat ik zeg, van het feit dat de staatsomroep die vroeger gekenmerkt werd door allerlei omroepen met een heel verschillend geluid, een katholieke KRO en een christelijke NCRV, dat het één grote grijze linksliberale brei is geworden. En dat het geen enkele toevoeging meer heeft aan wat er verder door de media wordt gebracht. Dus ik zal puntig zijn, voorzitter. Ik zie de meerwaarde niet meer in van de NPO. Die was er vroeger wel, maar die is dus danig aan lage wal geraakt. Dus het voorstel dat ik zou willen doen, en wat ik in het verleden vaak gedaan heb, is dat we dus, gezien het feit dat de mediawet niet wordt nageleefd, dat we moeten stoppen met het subsidiëren van de NPO.